Allereerst eh, het verruimen van de verliesverrekeningsmogelijkheden, verlaging eh, van, de, van de tarieven van de vensterbelasting. Wat misschien nog zou helpen ook is een eh, regel in de BTW. Namens DLA Piper van uh, harte welkom. Uh, ik ga in gesprek met een van de leden van de COVID-19 Taskforce binnen DLA Piper, uh, die belast is met alle tax-aangelegenheden. Uh, JCQ, fijn dat je even tijd kon maken in deze vreemde tijden. Uh, er zijn een aantal dingen die je in deze video kwijt wil. Welke dingen zijn dat? Ja, Ronnie, uh, dankjewel. Het zijn er eigenlijk drie. Ik heb drie onderwerpen die ik graag met jou wil bespreken vandaag. Uh, dat is allereerst uh, wat ik nu zie bij mijn cliënten. Uh, wat gebeurt er uh, bij hun door COVID-19? Ja. Uh, twee, uh, uh, wat doet de overheid op dit moment aan uh, fiscale maatregelen om... Die getroffen ondernemingen te helpen in deze tijd. Ja. En drie, mocht het onverhoopt nog gekker worden met COVID-19. Wat zou dan de overheid kunnen doen om deze ondernemingen nog verder te helpen richting de toekomst? Ja. Dus een, een, een persoonlijk JC-advies, een DLA Piper advies aan de overheid om mee te eindigen. Exact. Ik ben ja. benieuwd. Laten we bij het begin beginnen. Wat gebeurt er op dit moment allemaal? Wat is er aan de hand? Ja, ik zie een aantal dingen gebeuren. Wij adviseren natuurlijk veel ondernemingen, van, van klein tot groot, mm -hmm. in verschillende sectoren. Maar wat je over het algemeen ziet. Is dat uh, veel ondernemingen nu te maken hebben met vraaguitval. Ja. En dat leidt tot uh, omzetdalingen. Ja. Um, tegelijkertijd heb je dus dan ook uh, een lagere cashflow. Er komt minder geld binnen. Ja. Uh, en dat zorgt weer voor liquiditeitsproblemen. Mm. En er is dus veel uh, gericht bij ondernemingen. ...om ervoor te zorgen dat, uh, nou ja, dat wel die cashpositie op peil blijft. Ja. Uh, en je ziet dus ook daadwerkelijk dat bepaalde investeringsbeslissingen uh, uh, worden uitgesteld. Ja. Die worden of op hold gezet of uh, nou ja, die worden nou, op de lange termijn gezet. Ja. Uh, alles op het oog, uh, met het oog op, uh, op het behouden van, van cash in de onderneming. Dat dus, dus als er geen cash meer binnenkomt, zo weinig mogelijk cash eruit. Dus exact. Ja. Ja. En het gaat in een razend tempo hè, bij veel ondernemingen. Ja. Het is niet zo van we, we zien een kleine omzetdaling. Maar het ja. in sommige gevallen is het echt uh, heel veel. Ja, klopt. Uh, en je ziet het uh, uh, met de dag veranderen. Dus het is een ja. hele veranderlijke situatie bij ondernemingen. Dus waar op de ene dag nog een project uh, zou moeten doorgaan, kan het zomaar anders zijn een dag later. Ja. En dat zien we dus nu uh, geregeld in de praktijk, waar uh, wij adviseren over bepaalde projecten. Uh, die opeens worden op, uh, op hot worden gezet uh, ja. in één keer. Uh, ja. Maar het kan ook weer zijn dat zij opeens weer worden opgestart. Mm -hmm. Omdat juist uh, nou, het, het COVID-19 uh, ervoor zorgt dat ze inzien dat er weer iets moet gebeuren ja. op bepaalde gebieden. Ja. Wat zijn de huidige maatregelen van de, de Belastingdienst? Wat zijn de maatregelen die op dit moment allemaal uh, genomen zijn? Kun je daar een kort iets over vertellen? Uh, het zijn er een aantal. Ja. Um, uh, het is een groot pakket, maar ik, ik wil eigenlijk de, de meest belangrijke fiscale maatregelen uh, willen benoemen. Ja. Uh, dat is allereerst dat de overheid voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten. Ja. Um, eh, ondernemingen hebben natuurlijk uh, vaste lasten en mm -hmm. een daarvan dat zijn uh, salariskosten. Mm -hmm. um, en uh, met het oog op de continuïteit van ondernemingen heeft de overheid besloten om uh, een tegemoetkoming uh, te geven aan die ondernemingen. Nou, wat houdt dat in? Um, het is eigenlijk uh, een tegemoetkoming van 90% maximaal in de salariskosten van die werknemers. Mm -hmm. En dat is gebonden aan, aan twee vereisten. Uh, allereerst dat, er, uh, dat, dat die onderneming die werknemers behoudt voor de periode dat die tegemoetkoming geldt. Dat ja. is in principe drie maanden. Klinkt, dat als, logisch. Logisch. Klinkt als logisch. Absoluut. Ja. Ja. Uh, en twee, dat um, uh, voor zover er uh, dus nog extra salaris moet worden betaald. Bovenop de tegemoetkoming die de overheid geeft, dat dat wordt betaald door de uh, onderneming. En Wat dan hebben we het over logisch. 10%? Dat kan 10% zijn als de tegemoetkoming 90% is. Ja. Maar als de tegemoetkoming bijvoorbeeld 50% is, dan zal de andere 50% moeten worden betaald door de onderneming. En waar is dat van afhankelijk, dat percentage? Het hangt af van de uh, omzetdaling. Uh, dus deze regeling geldt alleen voor ondernemingen die minimaal een uh, omzetdaling hebben van 20%. Hmm. Uh, en ook de tegemoetkoming is daarvan afhankelijk. Oké. Okay. Dus dan moet je wel cijfers overdragen. Of je moet je, je, orde, je orderlijst overdragen. Of dat, het klinkt alweer van: oe, hoe regel je dit? Dat klopt. Nou, ook daar heeft de overheid gelukkig in voorzien. Dus uh, je zal in principe uh, bij, bij, bij aanvraag het, uh, eh, het gekeurd, zonder ja? veel toetsing. En toetsing zal dan achteraf plaatsvinden. Okay. Oké, okay. helder. Dus zorgen dat je het eerlijk opgeeft allemaal. En ja, de absoluut. cijfertjes later overdragen. Oké, okay, helder. Nog ja. meer dingen die nu worden. Uh, Zeker, zeker. Um, er zal ook door de overheid uh, en de Belastingdienst dus uiteindelijk uh, uitstel worden verleend voor het betalen van belastingen. Uh, dat is voor de inkomstenbelasting, voor de vennootschapsbelasting, voor de loonbelasting en voor de omzetbelasting. En dat is natuurlijk een fijne maatregel, want uh, ja, veel ondernemingen zitten nogmaals dus in liquiditeitsproblemen. Ja. En met het uitstellen van de betaling van belastingen kun je ervoor dus zorgen dat de liquiditeiten, cash, uh, blijft behouden in de onderneming. Uh, Oké, okay, dus, maar dat, dat is uitstel, geen afstal, uh, afstel voor de duidelijkheid. Dat is inderdaad uitstel. Okay. Ja, ja, en dat ja. geldt voor al die belastingen die jij net noemde. Ja. Daar kan elke ondernemer, of zeg ik dan te simplistisch, die kan daar vanaf nu gewoon die kan dat uitstellen met die met die, de tafel. die kan er om verzoeken, inderdaad. Ja. En Mo je moet daar wel om verzoeken? Ja, je moet er wel om verzoeken. Ja. Okay. Ja. En hoe doe je dat? Of is dat te instrumenteel? Het is, een, is uh, de... waarschijnlijk een briefje naar de Belastingdienst. Ja, ja. Uh, en daar zal, uh, denk ik, uh, op een uh, nou, ja, lichte wijze uh, worden getoetst. Ja, precies. Uh, dus dat zal. Vrij snel worden toegewezen. Okay. Um, en tegelijkertijd zal dan ook uh, de verzuimboetes voor niet betalen van de belasting ook worden uh, helder. Uh, opgeschort. Ja, helder. Oké, okay. opgeschort of niet worden. Uh, Het wordt niet geïncasseerd. Uh, nee, precies. Ja. Nee, ja. Helder. Nog meer dingen? Uh, zeker. Um, uh, dat is ook een. een uh, uh, een belangrijk punt, en dat heeft te maken met het uh, uitstellen van, van, uh, van belastingbetalen. Ja. Uh, wat je natuurlijk niet wil als ondernemer, is dat als jouw belastingbetaling uh, wordt uitgesteld, en nogmaals, het is geen afstel, ja. dat als je later betaalt, dat je niet, wordt, uh, 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 dat je niet opeens invoeringsrente krijgt of belastingrente. Want ja. de invoeringsrente staat op dit moment uh, staat op 4%, <laughs> dus dat is toch best wel flink. Ja. Uh, en de belastingrente staat op 8%, uh, maar ook daar uh, zal in worden voorzien. En, want die belastingtarieven gaan omlaag naar uh, 0,01 procent. Wat is daar de logica van, uh, JC? Ja, je zou denken: waarom gaat het niet gewoon naar 0%? Ja. Uh, maar dat is een uh, uh, maatregel. Eh, omdat dat eh, qua eh, uitvoering anders problemen zou geven bij de Omdat, bij de het dan, omdat dan niks is. Precies. Ja, ja, het moet iets ja, zijn. Het so werkt niet in hun systeem. Nee precies, software says no. Ja, 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 <laughs> ja dat precies. zal hem letterlijk zijn. Ja. Geweldig. Ja. Ja. Zijn dat de punten die op dit moment spelen qua maatregelen? Eh, er is nog één maatregel. Okay. En dat is eh, dat er eh, ook eh, de mogelijkheid zal worden geboden aan ondernemingen om te vragen om een voorlopige aanslag. Ja. Um, en dat kan dus worden gedaan met een lagere winst. En daardoor zullen dus ook minder belasting worden betaald okay, uh, door de onderneming. En ook weer met het oog op het, uh, op het behouden van geld in de onderneming. Okay. Uh, even, even één vraag en dan wil ik naar het derde hoofdstukje hè, over de toekomstige maatregelen die jij zou willen zien als het nog ernstiger wordt. Uh -huh. uh, stellen we hiermee een heel groot probleem niet, schuiven we hier een heel groot probleem in wording mee vooruit? Um, Goeie vraag. Ik, ik denk dat het te maken heeft. Hè, dit, dit pakket van maatregelen heeft te maken met eh, dat ondernemingen op dit moment acuut in problemen komen. En die hebben gewoon een cashflow-probleem. En eh, dit pakket met maatregelen ziet erop dat wij willen zorgen dat die ondernemingen toch blijven draaien. Uh -huh. um, ik denk dat als onverhoopt de problemen doorgaan, ja, dan uh -huh. zal er toch wel meer moeten gebeuren. Want dan uh -huh. zou dit pakket waarschijnlijk. Niet afdoende zijn, nee, inderdaad. Ja, klopt. Als het langer gaat duren, allemaal. Exact. Ja. En dan derde onderdeel. Uh, stel dat het nog een stukje ernstiger wordt, wat zijn dan maatregelen die, wat jou betreft, uh, genomen zouden moeten worden? Uh, ik zou zelf pleiten voor allereerst uh, het verruimen van de verliesverrekeningsmogelijkheden. Uh, op dit moment uh, hebben ondernemingen de mogelijkheid om verliezen te verrekenen met uh, uh, één jaar achteruit en zes jaar vooruit. Mm -hmm. Uh, maar ik zou dan pleiten om die mogelijkheden te verruimen, uh, vooral richting het verleden, ja. zodat ook weer ondernemingen uh, nou ja, belasting die in het verleden betaald is nu weer terug kunnen krijgen, zodat ja. ze dat kunnen gebruiken voor de onderneming. Dus dat betekent daadwerkelijk een groei van je cashflow als je deze regels kunt de toepassen. Ja, okay. ja, absoluut. Uh, um, meer? Ja, een tweede wat ik zou willen voorstellen is dan een verlaging uh, van, de, uh, van de tarieven van de vennootschapsbelasting. Uh, die staan op dit moment. Uh, nog vrij hoog eh, mm -hmm. relatief. Mm -hmm. Dus dat is uh, op dit moment 16,5% uh, laag tarief en het standaardtarief is 25%. Ja. Uh, het voorstel is om dat te verlagen volgend jaar naar uh, 15% voor het verlaagtarief en uh, 21,7% voor het uh, standaardtarief. Ja. Ik zou sta ervoor pleiten om het, het standaardtarief te verlagen naar bijvoorbeeld 20%. Ja, ja. En en hoe, kom je, hoe kom je op die 20%? Dat is gewoon een getal. Ja, ja. maar ja. in ieder geval zich niet lager, dan 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 lager. Dan het en dan ja. oké okay, en dat versnelt. Dus ja. niet volgend jaar, maar over een aantal maanden. al. Ja. Is dat het pakketje waarvan je denkt dan kunnen we weer een stapje verder vooruit? Um, ik denk dat we daar een goede stappen zetten. Hmm. Uh, wat misschien nog zou helpen ook is een uh, regel in de BTW. Uh, dus uh, btw ondernemers moeten op dit moment uh, maandelijks of per kwartaal uh, BTW afdragen. Uh, ik zou dan ook voor om uh, dat niet maandelijks meer te doen, maar per kwartaal. Ja. Want dat levert natuurlijk ook weer direct een cashflow-voordeel op voor alle ondernemingen. Ja. Misschien nog langer, dat je zegt: van uh, Weet je wat, doe het maar één keer per jaar, zodat je het uh, aan het einde van het jaar kan doen? Uh, eventueel, ja. ja, ja, ja. ja. Het, tot slot, uh, JC, wat ik al zei: het zijn, het zijn rare tijden. Uh, hoe, hoe ziet jouw werk er nu uit? Want uh, nou, we zitten nu even in een gesloten kantoor. Uh, om, de, om elkaar hier even te kunnen spreken. Maar um, uh, hoe, hoe ziet jouw werk eruit? Kun je met klanten nog goed contact hebben? Kun je je dienstverlening nog voortzetten? Hoe werkt dat binnen DLA Piper nu? Uh, ja, ik, op zich werk het nog steeds uh, vrij goed. Ik ja. uh, werk vanuit huis uh, in, in principe ook. Uh, maar wij hebben de mogelijkheden om uh, mobiel gewoon te werken. Hmm. Uh, ik heb dus nog steeds heel veel contact met mijn cliënten. Zowel ja. via telefoon als videoconference ja. als per e-mail. Uh, en ik denk dat wij dus in de bevoorrechte situatie zitten dat wij. Uh, nou ja, uh, door kunnen blijven gaan met ons werk. Hmm. Uh, we hoeven niet per se op kantoor te zijn, uh, wat dat betreft. Dus je bent gewoon bereikbaar. Absoluut. Heel ja. goed, dan wens ik je heel veel succes uh, de komende tijd. En uh, dankjewel voor het kijken naar deze speciale uh, serie uh, van de DLA Piper Task Force COVID-19. En uh, ik zeg je uh, stay healthy.